Maar vroeger was, was het gewoon een winkel. We hadden hier wel, hè? wel tien op de Langstraat. Een winkeltjes, waar je huishoudmiddelen kunt, uh, kan kopen. Koffie soms. Dat is gewoon een verschil. Je bent, bent een beetje de laatste der Moïcane. Zo is dat? Ja. ja. Een ringpas bij hè? Een halsband Ja, een, een halsband of een lijn. Aan klandisie geen gebrek deze morgen. Veel Venrijse dierenbezitters verkiezen toch een vriendelijk gezicht boven het gemak van bestellen via internet. Ja, omdat je al zo lang zit, dan blijven we maar doorgaan. Hè? Zolang het nog een beetje rendabel is. Ik heb een meisje die werkt 32 jaar hier, de andere 18. Dus die willen we graag blijven. Met de klanten heb ik ook een speciale band opgebouwd, kun je wel zeggen. Van, ja, je leert de mensen ook steeds beter ook persoonlijk kennen. En ja, dat is gewoon zo gezellig. En het werk is hartstikke leuk. En het blijft ook gewoon leuk. Toch dwingt de tijd tot veranderingen. Want anderhalf jaar geleden hoorden hier nog vogels kwetteren en hamsters in hun looprad ratelen. Maar nu is het stil als er even geen klanten zijn. We hadden hier wat bakjes met uh, hamstertjes. Daar zaten dan van die glazen bakken in en daar hadden we dan wat hamstertjes in. En hier hadden we onze vogelafdeling. Helaas zijn de kooitjes nu allemaal leeg. Daar moeten we weer nieuwe diplomas voor gaan halen. En die kosten allemaal uh, 900 euro, geloof ik. Dus uh, dat doen we niet. Het gekwetter en het gebubbel van uh, de aquariums, dat blijf je missen. Nog maximaal een jaar of twee schat en dan is het voor hem gedaan. Iets voor u om het over te nemen? Ja, ik zou het heel graag willen, maar ja, daar heb je centen voor nodig. <laughs> Eigenlijk heb ik nog een sponsor nodig, inderdaad. Ja, ja.